Een activiste, een schrijfster, een Amerikaniste, een gereformeerde, een partijvoorzitter, een feministe en 9 mannen. Zij laten zien dat Abraham Kuyper springlevend is. 100 jaar geleden stierf Abraham Kuyper. Daarmee kwam een einde aan het strijdbare leven van deze dominee, politicus, journalist, activist, theoloog en organisator. Zijn leven lang bracht hij felle polemieken en debatten teweeg. Terwijl zijn volgelingen hem op handen droegen, wekte zijn naam alleen al bij talloze anderen. Uiteenlopend van liberalen en socialisten tot gematigde protestanten en rooms-katholieken grote weerzin op. Kuyper, zijn persoon, zijn optreden, zijn denken, dwong iedereen om positie te kiezen. Je was voor of je was tegen hem. Bij zijn overlijden in 1920 konden echter ook zijn grootste tegenstanders niets anders dan hun respect betuigen voor deze onverzettelijke Calvinist die mede vorm had gegeven aan de totstandkoming van het moderne Nederland. Hoe staat het 100 jaar later met de erfenis van Kuyper? Roept hij nog altijd zulke emoties op? Of geeft de afstand in tijd juist ruimte voor meer afgewogen reflecties op zijn betekenis en zijn optreden? Inspireert en irriteert hij ook anno 2020 nog? De een aait hem nog geregeld over zijn neus, maar de ander noemt hem ronduit een akelige man. En een derde zegt alleen maar nee. Er lopen vandaag zeker mensen rond die butsen hebben opgelopen aan de ontmoeting met Kuyper. Of aan de houding van zijn erfgenamen, de gereformeerden. Mensen als de historicus George Haring, de hervormde corifee Jan van der Graaf en filosoof Govert Buis. En wat te denken van de Afro-Amerikaan Vincent Bacot, die als jonge promovendus stuitte op ronduit racistische uitlatingen van Kuyper. Des te verrassender is het dat onze Abraham behalve een intrigerende historische figuur volop iemand van vandaag en morgen blijkt. Kuyper gaat viral bij ondernemers in Afrika en Azië, weet een Anglikaanse priester. Vincent Bacot is ondanks alles blij met Kuypers inzichten en verspreidt ze. Een vooraanstaande Britse feministe beschouwt hem als haar belangrijkste inspirator. En wie weet dat in de huidige Amerikaanse welzijnswetgeving sporen van Kuypers denken zijn aan te wijzen. Amerikaniste Albertine Bloemendaal ontdekte dat. En daarbij ook dat een topadviseur van de toenmalige president Bush Kuyper op zijn nachtkastje had liggen. Mijn Kuyper biedt 15 boeiende reflecties op een mooie eigenheimer. En wie van zoekplaatjes houdt, zoek het Lourdeswater, de reformatorische Wibra-trui en een biddende oma. En nog veel meer.